FC Utrecht, dat is pas een club. Kennen we? Herman Vips, allereerst van harte welkom hier bij de sportvereniging. Hoe vind je het om hier vandaag te gast te zijn? Ik vind het hartstikke leuk om hier vandaag gast te zijn. Ik had al een paar keer afgezegd, maar ik ben blij dat ik hier weer mag zijn en met deze wedstrijd te bekijken. 13 jaar FC Utrecht, dat is er nogal wat. Wat is jou het meest bijgebleven? Waar mijn meeste bijzonder de Europese wedstrijden en de wedstrijden tegen de top 3. Dat was toen Ajax, PSV, Feyenoord. Het publiek was altijd helemaal uitverkocht huis. Nu is het veel meer supporters dan in mijn tijd. Hè. Als ze vroeger tegen NEC speelden, zaten er 5000 man. Nu zitten er gewoon 17.000 man. Dus dat is een wel degelijk verschil. Maar de thuiswedstrijden tegen Feyenoord, PSV, Ajax, Europese wedstrijden, de bekerwedstrijden, de bekerfinale hier. 1985, beker gewonnen. Ja, nou ja, dat zijn momenten om leuk op terug te kijken en dat zijn mooie herinneringen. Jij bent hier binnengekomen via Holland, als ik het goed heb, via Henk Vonk, onlangs overleden. Wat heeft Henk Vonk voor jou betekend? Maar Henk Vonk was recht door zee en die was hard en rechtvaardig, dus daar heb ik heel veel van opgestoken. En in die tijd was gewoon wat Ten Hag van de week riep tegen die speler. Als jonge speler, gewoon je mond houden, doen wat er gevraagd wordt en luisteren naar de ouderen. En zelf de dingen goed oppakken wat je aangegeven wordt. Nou, en dat was toen de tijd. Henk was gewoon een hele goede trainer, kon goed met jeugdspelers omgaan. Was een goede assistent, liet de hoofdtrainer Noord vallen. Ja, was gewoon een hele perfecte man. Heb je nog veel contact met de jongens uit die tijd? Je hebt hier natuurlijk een aardige tijd gezeten. Spreek je ze nog veel? Nou ja, ik spreek ze wel eens. We spelen met oud en zuurig een wedstrijdje en dan komen we elkaar tegen. En dan hou al je oude koeien uit de sloot, hè. Zo gaat het dan. En dan wordt het toch een beetje aangedikt wat er meegemaakt is. En dan spreken de jongens en ik spreek de jongens zoals hier op stadion als ik wedstrijd kom kijken. En ja, dat is de goede oude tijd. En ja, die tijd was toen en nu is nu. Heb je nog een leuke anekdote uit die tijd? Een leuke anekdote? Nou ja, weet je. We hadden voor mij een keertje, Johan van den Hoofd hadden we in onze select zitten. Die kwam met Brabant altijd, die nam altijd vlaaien mee. En Jan Lekker, die speelde toen hier in het eerste ook bij ons. En die had vlaaien besteld. En voor zijn verjaardag. En toen hebben Chatinier en ik hebben toen een koeienvagina gehaald bij een slagerij. Die vlaaien eruit gehaald, ertussen gedaan in die vlaaidoos. Dus hij kwam s'avonds thuis met die dozen. Zat er een koeienvagina tussen. Nou, okay, dus, toen hebben we wel even moeten lachen en toen kregen we ons wel wit tevoren de volgende dag. Ja, nee, dat snap ik heel goed. We spelen vandaag tegen Feyenoord. Wat verwacht je van de wedstrijd? Nou ja, ik hoop dat ze gaan winnen. Ik heb zelf tegen Feyenoord weinig verloren in het stadion, maar één keertje met 0-1. En voor de rest hebben we gelijkspelen gewonnen, dus ik verwacht dat Utrecht vandaag gaat winnen. Ik zeg niet met toevalscijfers, dat weet je natuurlijk nooit, maar ik verwacht wel dat ze winnen, want ze moeten Feyenoord van zich afhouden. Dus dat is ook wel belangrijk voor die plek. Durf je te wagen wel aan een voorspelling? Oh. Verleden jaar was 3-2 geloof ik, in de 92e minuut of zo. Hè? Ik zeg 3-0. Goed voor Herman, hartstikke leuk dat je wil zijn en we gaan lekker een pilsen drinken. Het is goed zo. Is goed, gaan we doen. FC Utrecht, dat is vast een club. FC Utrecht, de wind de wereldcup. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal. Utrecht, doorgaan, dat is het parool.